Mijn naam is Arnold Versteeg. Ik ben 50 jaar gehuwd en vader van 5 kinderen. Ik woon in Wekerom. Na 19 jaar raadslid te zijn geweest, ben ik nu wethouder van onder andere economie, openbare ruimte en energietransitie. Ik loop hier nu op bedrijventerrein BT A12. Een belangrijke economische motor voor gemeente Ede. Maar ook belangrijk voor de werkgelegenheid voor de inwoners van Ede en de regio. Ook zullen in deze omgeving grote stappen gezet worden in het kader van de energietransitie. Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie alleen kan slagen als deze gedragen wordt door onze inwoners en het bedrijfsleven. Ik ga daarom graag in gesprek met dorpen, met wijken en met buurten om te spreken welke initiatieven voor energiebesparing en energieopslag mogelijk zijn om die van de grond te krijgen. Ik ben ook wethouder openbare ruimte. Ik vind een schone openbare ruimte en een veilige openbare ruimte van groot belang. Maar we gaan investeren om de achterstanden op het groen onderhoud in te lopen en de openbare ruimte op een hoger niveau te krijgen.